Dit is de dominee van de Lutherse kerk. Ja, goedemorgen. Waar is je zwarte toga, joh? Nee, ik heb wel een kolletje. Ik kan geen twee dingen tegelijk, zoals je merkt, even invoegen. Hey, ik ga een concert geven op in Den Haag, in de Lutherse kerk. En er kan natuurlijk helemaal niemand komen nu. Er mag geen publiek komen. Dus we gaan het concert opnemen. En dat concert gaan we dan later uitzenden via YouTube. Dus, even een uurtje rijden nog en dan zijn we in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Koffie is klaar. Dit is Henk voor de kosten. Henk, wat maakt een kerk nou Luthers? Bij Luther mag iedereen zijn zoals hij is. Met zijn verhalen, met zijn achtergrond, met zijn geaardheid, met zijn... Het maakt niet uit, iedereen is even welkom. Het mooiste bij ons in de Lutherse kerk vind ik, als wij avondmaal vieren, is er niet. Er zijn de instellingswoorden van, het is niet de kerk die u uitnodigt, maar het is Jezus zelf. En hier in Nederland is de Lutherse kerk natuurlijk eigenlijk de kleinste protestantse kerk. Ja. Terwijl we wereldwijd eigenlijk de grootste protestantse kerk zijn. Er zijn maar twee landen hier in de wereld die heel calvinistisch zijn. Dat is Nederland en Schotland. Wat vreselijk veel akoestiek heb je in deze kerk, hè? Het is dus zo dat je heel veel akoestiek hebt, des te meer steen er in de kerk aanwezig is, toch? Zo is het toch, Jacob, of niet? Nee, dat maakt niet zoveel uit. Nee, het gaat om de reflectievlakken. Okay. En de vorm van de reflectievlakken, die zorgen voor de sfeer van de akoestiek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een grote ouderwetse kathedraal, heb je pilaren, ronde pilaren. Ja. Die geven ook een heel kathedraalachtige galm. Dat gaat echt ronddraaien. Maar het is wel vaak zo, als een kerk heel veel pilaren heeft, heel veel zuilen en een vloer van steen, dat je meer akoestiek hebt. Het materiaal is harder, dus je hebt dan meer. Aha, dus de harder ook het materiaal, dus te meer akoestiek. Ja. En dat heb je dus als je in die moderne kerk hebt, in nieuwbouwkerken, heb je vaak wel grote ruimtes met een harde vloer en een hard plafond, maar geen brekende reflectievlak in het midden van een kerk bijvoorbeeld. Dus dat is ook weer een heel apart soort akoestiek. Hier, als je goed luistert, hoor je dit ketsen. Dit. Heel snel. Dan komt dat deze ruimte eigenlijk helemaal niet zo groot is voor een kerk. Er staat wel een gigantisch orgel. Maar het is niet overdreven groot. Het zou bijna een schuilkerk kunnen zijn. Je ziet van buiten inderdaad niet dat het een kerk is. Nee, dat mocht ook niet. De Lutheranen mochten een kerk bouwen aan de straatzijde, maar het mocht er niet te veel uitzien als zijn een kerk. Dus vandaar dat de Lutherse kerk hier geen klok heeft en ook geen toren. Nou, we gaan even bij het orgel kijken. Hier hebben we het grote orgel van de Lutherse kerk. Dit is de speeltafel, de cockpit, zeg maar. Dus even kijken hoe we dat orgel hier aanzetten. Je zou toch zeggen dat hier ergens een schakelaar moet zitten of zo. Kijk, wat gebeurt er dan? Nou, de motor van het orgel staat aan. Sander is de hoofdorganist hier in Den Haag. Kun je hem eens een keer heel erg ontstemmen, een toon? Kijk, zo klinkt hij dus gruwelijk vals. En dan tik je hem zo weer zuiver. Waardoor ontstemt zijn orgel, Sander? Doordat het warmer en kouder wordt hier in de kerk. Okay, dus eigenlijk ontstemt dit ding niet. Dit is het tongwerk. Omdat er een tongetje in ligt, eigenlijk net als met een klarinet en een hobo en zo. Als ik hier aan, dan kun je misschien wel heen en weer zien gaan. Dat tongetje vibreert gewoon ongelooflijk snel. En dit krukje, dat bepaalt de toonhoogte van de tong. Dus eigenlijk verstemt dit niet, maar juist de rest van het orgel. Maar in dit geval kunnen we bijstemmen. En de rest van het orgel, dat kost 3-4 dagen werk. En om dat één keer per week te doen, dat schiet niet echt op. Daar bovenin zit de balg van het orgel, de windbalg. Daar moet dus lucht op staan, wil het orgel doen. En volgens mij staat de motor ook aan, hè? Zo te horen. Ja, vroeger niet. Vroeger stonden ze hier te trappen. Als je dus geen stroom zou hebben, je zou dus geen motor hebben om dit aan te zetten, dan zou je dit echt allemaal moeten gaan trappen. Heb je dus 7 orgeltrappers nodig? Nee, kun je met z'n 2 wel doen. Okay. Maar je kan ze ook op de wand zien, hè?
Daar hadden niks te doen tijdens de dienst, denk ik. Dus die schreven hun namen gewoon allemaal op de wand. Want vroeger zaten ze dan in de dienst, gewoon als ze gezongen moest worden met het orgel, moesten ze hier op zondagmorgen zitten. Trappen. Ja. En zitten. Ja. Met z'n tweeën, en dan vaak was er een registerknop bij de speeltafel. Ja. En er zat een belletje aan de andere kant en die was voor hun. Dus als de organist belde, dan moesten ze gaan trappen. Oké, want ze konden het niet heel goed horen hier natuurlijk wat er in de kerk gebeurde. Nee. Precies. En nou, tijdens de preek hadden ze dan niks te doen en dan schreven ze hier even een naam in. En hier zie ik zelfs nog de naam van de organist hier, die heel beroemd is geworden, Feike Asma. Heeft hij dat zelf erop geschreven, denk je? Ik denk het wel. Ja, hier is er nog eentje uit 18 zoveel. Oh ja, 1889. Dus nu is alle lucht uit de balg en nu gaat hij weer aan. Best een flinke motor voor nodig. Het zijn er twee. Zo. Kunnen we weer aan de slag. Nou, Sander zit nu ergens hier boven in het orgel. Sommige orgelpijpen staan natuurlijk een paar meter hoog. Dus dan kan je niet bij het klavier. Dus dan moet er iemand bij het klavier zitten om de toets in te drukken. En dat is heel ingewikkeld werk, zoals je ziet. Dit is Samuel. Samuel is de registrant van vandaag. Kijk al die registratiewisselingen. Ieder nummertje is een ander register. Dan moet je even opladen. Valt wel mee, toch? Ja, valt echt niet mee, want dat is toch niet normaal, man. Draai ik mijn handen niet meer om. Hier wordt het pas echt leuk. De echte registrant heeft hier gewoon geen moeite mee. Nee, die kikt hierop. Kijk, en dit zijn de hoogtepunten van de partituur. Ja, succes, hè? Dankjewel. Ben je DJ of zo? Ja, een soort van, ja. Ja. Ja, ik werk ook voor Lange Frans en Ali B en zo. En Oral B. Wat vind je ervan om dan hier en nu een keer te zijn bij zo'n orgel? Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb helemaal niets met orgel. Wat staat hier eigenlijk? 55, 57. Maar dat is prima. Alleen die 1415 is dan mag ik een bobblad. Ja.